Yeah. Goedemorgen allemaal en welkom bij dit webinar. Goedemorgen. Er zijn inmiddels, ik denk zo'n 60 mensen in de in het webinar aanwezig. Ik zal af en toe wat mensen nog toelaten. En ik vraag iedereen om zijn microfoon even uit te zetten. Dat is handiger, want met deze grote groep wordt het anders een cacofonie van geluiden. We gaan aan de slag met het thema de nieuwe box 3 regels, zoals die onlangs door de Belastingdienst zijn bekendgemaakt, de nieuwe rekenregels. En we doen dat aan de hand, ik zal dat aan de hand van een aantal aspecten doen. Ik zal zo meteen beginnen met mijn scherm te delen en het programma met u door te nemen. Uiteraard is het mogelijk, als u dat wilt, om vragen te stellen tussentijds. Ik probeer met deze groep, grote groep wel een beetje de orde te handhaven, om het zo te zeggen. Dat we wel een zo efficiënt mogelijk verloop van alles krijgen. Ik neem aan overigens dat ik goed te verstaan ben voor iedereen. En ik krijg hier en daar bevestigende knikjes, zie ik in beeld. Dus daar ga ik vanuit. Mocht er iets zijn wat storend werkt tijdens het webinar en ik heb dat misschien zelf niet in de gaten, roept u dan alstublieft of geef even een chatbericht. Maar laten we gaan starten met dit webinar. Nogmaals van harte welkom. Mijn naam is Timo Rietveld voor degenen die mij nog niet kennen. Ik zal beginnen met mijn scherm delen en het programma daarmee met u doornemen. Zodat u in ieder geval weet wat u ongeveer kunt verwachten. En als het goed is, ziet u nu ook wat ik in beeld heb, namelijk het startscherm van mijn presentatie. Webinar box 3, rekenmethodiek in het kader van rechtsherstel en de datum van vandaag. Ik moet nog even één iemand toelaten en dan kunnen we weer verder. We gaan eerst even door het programma heen. Het programma bestaat uit vier onderdelen wat mij betreft. Dat is verleden, heden en toekomst box 3. Ik ga er niet al te lang bij stilstaan waar het gaat om het verleden. Maar ik wil er toch wel even een schets van geven. Omdat het ook wel te maken heeft met de problematiek waar we nu in zitten, om het zo te zeggen. Ik ga uiteraard stilstaan bij de nieuwe rekenmethode in het kader van rechtsherstel. En ik ga ook stilstaan bij de implementatie en werking logischerwijs van die nieuwe rekenmethode in de Private Wealth Navigator, hoe we dat hebben verwerkt. En ik ga ook laten zien hoe de inmiddels bekende, bij de meeste althans denk ik, RVR-optie ook heel goed samenwerkt als het ware met die nieuwe box 3 heffing. En ook dat zal ook in de toekomst bij het systeem wat we mogelijk vanaf 2025 gaan krijgen, ook het geval zijn. Ik denk dat daar een groot voordeel ligt in het gebruik binnen financiële planning. Dus dit zijn de vier onderdelen. En ik begin logischerwijs met het eerste onderdeel. En dat is verleden, heden en toekomst. Ik ga ervan uit dat mijn beeld nog steeds, ik check dat af en toe even, omdat ik af en toe even een instelling moet aanpassen. Ja, dat mijn beeld nu weer zichtbaar is voor iedereen. Ja. En wat het verleden betreft, voor de meeste bekend denk ik, tot 2001 hadden we het bronnenstelsel waarbij rente en dividend tot de vrijstelling die toen gold belast werd. Koerswinst was onbelast. En er bestond wel een rente, wat ik net al zei, een vrijstelling op rente en dividend van nu in euro's gesproken 454. En we kennen de vermogensbelasting, hè, boven de vrijstelling van 200.000 euro in euro's, of 200.000 gulden in euro's, 90.000 euro, kennen we de vermogensbelasting. Nou, dat systeem, dat was complex, dat riep op tot het nemen van fiscale constructies, het kiezen van fiscale constructies. En ook financiële instellingen die probeerden producten in de markt te zetten waarbij die onbelaste koerswinst zoveel mogelijk gebruikt kon worden. Dus eventueel belaste bestanddelen werden dan op een bepaalde manier in producten zodanig omgezet dat het leidde tot een onbelast effect.
Dat was niet de enige reden uiteraard om tot een nieuw stelsel te komen in 2001, want ook de overige aspecten van de belasting, van onze belastingwetgeving was complex. En vanaf 2001 hebben we het boxenstelsel en de belangrijkste drijfveer was een versimpeling van het hele belastingssysteem. Nou, of dat gelukt is, daar kunnen we onze vraagtekens denk ik heel sterk bij zetten. Ook gelet op de huidige problematiek. Nou, vanaf 2001 kennen we dan het boxenstelsel, waarbij in aanvang tot en met 2016, het rendement voor het vertrek werd vastgesteld op 4%. Wat er ook zeg maar aan activa, aan bezittingen aanwezig was. De heffing was 30%, dus een heel eenvoudig en robuust systeem, waarbij de effectieve heffing 1,2% bedroeg. En bij aanvang was daar ook niet of weinig discussie over. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat je in die tijd, 2001, nog prima het rendement wat forfaitair geacht werd aanwezig te zijn, ook daadwerkelijk kon genieten. Het was mogelijk om dat op staatsleningen en zelfs op spaarrekeningen en deposito's te verkrijgen. Dus de discussie was daar niet of nauwelijks aanwezig. Ook al omdat de effectieve heffing natuurlijk relatief laag was. Als je dat rendement tenminste daadwerkelijk haalde of er zelfs boven zat. De pretbox werd het ook wel genoemd. Nou, dat is gaan schuiven in de periode daarna. Met name omdat we steeds meer zagen dat dat rendement moeilijker te halen viel op. Met name spaargeld. Dus we zagen een dalende rentetrend die nu inmiddels wel wat omgeslagen is. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar dat was wel een reden om steeds meer met wat kritiek en een kritische bril te kijken naar dat forfaitaire stelsel in box 3. Vanaf 2017 is toen een forfaitaire vermogensmix geïntroduceerd, zoals u ongetwijfeld weet. Waarbij geacht werd hoe meer geld je hebt in box 3, hoe meer vermogen, ja, hoe meer rendement je kunt maken. Dat is eigenlijk bottom line wat de gedachtegang daarachter was. Ongeacht of je daadwerkelijk ook aan het beleggen was. Dus ook de mensen met spaargeld alleen, ook al was dat een miljoen of misschien wel meer, daarvan werd gesteld, ja, u heeft zodanig veel dat u waarschijnlijk belegd of dat werd aangenomen. En het rendement wat dan ook werd aangenomen, ja, dat lag hoger dan wat in ieder geval op spaarrekening genoten kon worden. Ik denk dat dat een beetje de bom geweest is onder het hele systeem wat nu zo aangepast wordt. Steeds meer kritiek, want het leidde tot in sommige gevallen exorbitante effectieve heffingen. Als je 0,0% of 0,1% maakt en je moet wel 12.000 euro over je miljoen aan belasting betalen, ja, dan is dat ook daadwerkelijk een heffing van zo'n 1200%. Dat voelt natuurlijk niet goed. Dus vanaf 2017 is dat steeds meer gaan schuiven. Uiteindelijk zijn er natuurlijk rechtszaken aangespannen. Lang verhaal kort, in 2021, 24 december vorig jaar, de beroemde uitspraak van de Hoge Raad dat het niet langer houdbaar is en we moeten naar een ander systeem toe. Ja, het had impact op het eigendomsrecht onder andere en de Hoge Raad heeft gewoon bepaald, wij kunnen dit stelsel niet tolereren. En de Belastingdienst en de wetgever moest terug naar de tekentafel en daar is ook nu momenteel natuurlijk ontzettend veel om te doen. Er moet compensatie gegeven gaan worden aan mensen die bezwaar hebben gemaakt, wellicht ook aan iedereen, dat is nog even onduidelijk. Maar in ieder geval heeft de Belastingdienst onlangs, en daar zitten we nu, een nieuwe rekenmethode aangepast. Daar ga ik straks uiteraard wat uitleg over geven. En die komt er eigenlijk op neer dat er een daadwerkelijke vermogensmix nu wordt verondersteld. Dus er wordt niet meer gekeken naar een forfaitaire vermogensmix zoals die van 2017 gold. Er wordt nu daadwerkelijk gekeken hoe een klant zijn vermogen verdeeld heeft over spaargeld en beleggingen. En op basis daarvan wordt dan uiteindelijk een rendement verondersteld en ook een daadwerkelijke heffing geheven. Nou, dat is de situatie nu die met terugwerkende kracht als het ware ook van toepassing is, want klanten die bezwaar hebben gemaakt kunnen die nieuwe rekenmethode ook van toepassing laten verklaren over hun aangiftes in het verleden. En we zullen er ook mee te maken hebben in 2022, 2023 en 2024. En dan kom ik aan het laatste punt in dit overzichtje. Vanaf 2025 gaan we dan naar een daadwerkelijke heffing over het genoten rendement. Althans, dat is de bedoeling. En dat zal waarschijnlijk een vermogensaanwasbelasting worden. Geen vermogenswinstbelasting. Het verschil is, hè, bij vermogenswinstbelasting wordt de winst pas belast op het moment dat die ook daadwerkelijk genoten wordt. En dat kan weer leiden tot uitstel van allerlei heffingen en het introduceren van fiscale routes en producten die eraan geleerd zijn. Nou, dat wil de wetgever natuurlijk heel graag voorkomen, begrijpelijkerwijs.
En dan zal er gekozen gaan worden, dat is waarschijnlijk zeer de richting, de vermogensaanwasbelasting, wat feitelijk ook nu het BOS 3 al in zich heeft. Ja, het wordt gekeken hoe hoog is het vermogen ten opzichte van, in zekere zin vorig jaar, en dat wordt, elk jaar wordt er over het aanwezige vermogen een belasting gegeven. En bij de vermogensaanwasbelasting zal dat ook het geval zijn geweest. Dus jaarlijks een heffing over het aanwezige vermogen. En nou, dat kan mogelijkerwijs leiden tot in sommige gevallen liquiditeitsissues. Want als je wel belastbaar vermogen hebt en dat is toegenomen en je moet daar belasting over betalen, maar je hebt geen daadwerkelijk inkomen. Denk even aan iemand met een forse vakantiewoning die niet verhuurd wordt, maar wel de kosten daarvan heeft en er moet nog een keer belasting betaald worden. Ja, dan zou dat eventueel tot wat liquiditeitsissues kunnen leiden. Maar daar wordt in principe aan voorbij gegaan. Nou, dit even wat betreft verleden, heden en toekomst. Over de toekomst ga ik niet al te veel zeggen, omdat daarover nog veel onbekend is. Wat voor heffing dat precies zal zijn. Is er een vraag? Ik dacht het niet. Ik laat wel even zien uit de junibrief die staatssecretaris Van Rij aan de Kamer heeft gestuurd. Is dit overzicht, als we het hebben over de planning van de nieuwe wetgeving BOS 3, dan heb ik het over de te introduceren naar alle waarschijnlijkheid nieuwe wetgeving, die vermogensaanwasbelasting per 1 januari 2025. Nou, de conceptwetgeving, daar wordt nu hard aan gewerkt, die zal vermoedelijk, is de verwachting, in het derde kwartaal van dit jaar gereed zijn. Dat wil zeggen dat dan duidelijker zal zijn hoe die systematiek er exact uitziet. Er wordt al gesproken over een verliesverrekening eventueel. Dat zal allemaal in de komende maanden duidelijk gaan worden wat precies de aanknopingspunten zullen zijn van die nieuwe BOS 3 heffing, maar dat is nog onduidelijk en er ligt ook nog echt heel wat werk te doen, zoals ook uit het overzicht blijkt, want de ketenpartners die erbij betrokken zijn, dat zijn natuurlijk ICT-systemen van allerlei financiële instellingen, de Belastingdienst zelf natuurlijk, die moeten dat nieuwe systeem wel kunnen dragen als het ware. En nou ja, dat, ik weet uit eigen ervaring een beetje dat hoe de complexiteit daar een rol bij kan spelen. Op het oog lijken sommige zaken, dat geldt voor meer dingen in het leven, eenvoudig, totdat je er echt in gaat duiken. Dan kom je tot allerlei andere conclusies. Dus het zal nog heel wat tijd kosten, dat blijkt wel uit het overzicht, voordat die daadwerkelijke implementatie kan plaatsvinden. En de gewenste inwerkingtreding is ook 1 januari 2025. Maar het valt nog te bezien of dat uiteindelijk echt gehaald gaat worden. Maar dat is een kwestie van afwachten. Tot die tijd hebben we te maken met op dit moment de situatie zoals die nu is. Goed, dat wat betreft het verleden, heden en een stukje toekomst. En dan is het denk ik een mooi moment om over te stappen naar wat er nu daadwerkelijk op dit moment speelt. Als het gaat om de heffing en waar ook de klant, uw klant en wij zelf mee te maken hebben. En dat is de nieuwe rekenmethode in het kader van dat rechtsherstel. Hè. De overheid heeft door die uitspraak van de Hoge Raad is gedwongen om ook daadwerkelijk te herstellen wat niet goed gegaan is. Wat in het nieuwe systeem, in het huidige systeem zou kunnen zeggen, gaat gelden, is dat we drie soorten vermogens kennen. Spaargeld, beleggingen en schulden. En daar zijn hier de cijfers van in beeld die in die nieuwe methode worden toegepast. Want we hebben het ook over een terugwerkende kracht. Dus vanaf 2017 tot 2021 kunnen aangiftes gecorrigeerd worden. En dat betekent dat we met deze nieuwe situatie en deze rekenrendementen gaan werken. En dat wil zeggen op spaargeld, en dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen, dat zijn allemaal gewogen gemiddelden van die categorieën. Spaargeld in 2017 0,25%, enfin, u kunt het zelf ook zien. En in de huidige situatie, althans dat wil zeggen 2021, wordt dan gerekend met 0,01%. Voor 2022 zal zelfs een licht negatieve spaarrente worden aangehouden. En bij beleggingen geldt dan in 2021 die 5,69. En op schulden, ook daar wordt een forfaitaire te betalen debetrente verondersteld. Van in dit geval 2021 2,46. Deze drie categorieën die spelen nog een rol in de nieuwe BOS 3 heffing. Waarbij het onderscheid eigenlijk gemaakt is tussen spaargeld en belegging als het gaat om vermogen. Dus is iets niet spaargeld, dan is het automatisch een belegging. En spaargeld wordt dan veel lichter belast. Omdat het rendement daarover veel lager, en dat is natuurlijk ook in de praktijk nu zo, wordt verondersteld dan beleggingen. Bij beleggingen is dat dus niet zo. Bij beleggingen wordt nog steeds aangehaakt bij dat hogere verwachte rendement.
Dat leidt wellicht weer tot nieuwe discussies. Er zijn alweer wat juristen die hebben gezegd, ja, in hoeverre is dat dan houdbaar? Want er zijn klanten die dat ook niet hebben gehaald in de afgelopen jaren. Maar goed, dat is tot nadere orde is dat in ieder geval wel het geval. Dus deze categorieën, eigenlijk is het in zekere zin ja, overzichtelijk. Spaargeld is spaargeld. Als iets niet spaargeld is, dan is het een belegging. En schulden spreekt denk ik ook voor zich als die zich in box 3 manifesteren. De betere aansluiting dus bij actuele rendementen per jaar, per categorie, dat is wat de opzet was van, of is van het nieuwe systeem. Een daadwerkelijke samenstelling van de vermogensmix, dus op individueel belastingplichtig niveau, dat zullen we zo gaan zien. En hier heb ik een voorbeeld. Stel een klant heeft 350.000 euro aan bezitting in totaal en dat staat voor 250.000 euro op de bankrekening en in belegging 100.000 euro. Dan wordt, als we uitgaan van die cijfers 2021, het forfaitaire rendement op die bankrekening verondersteld 25 te zijn geweest. Dus een hele laag opbrengst, wat in de praktijk ook het geval is. Bij beleggingen zien we die 5,69. Dat is toch wel weer een aardig belastbaar rendement. Totaal bezittingen 350, totaal belastbaar rendement 5,715. De schulden gaan daarvan af. Niet zozeer op die grondslag, maar nu in dit geval als forfaitaire debitrente en daarmee een aftrekpost van 1845. En dan blijft bezitting minus schulden over 275 en een opbrengst daarover van 3870. En dan komen we tot de volgende stap in die benieuwde berekeningsmethodiek. Dat is dat we het rendementspercentage berekenen. Wat heeft de klant nou daadwerkelijk aan rendement genoten over zijn netto vermogen? En dat blijkt in dit geval dan die 1,4 te zijn. Dan hebben we nog een stap, want die 1,4... dat is een rendementspercentage en dat passen we toe op het aandeel van de cliënt voor de grondslag van sparen en beleggen. En wat is het verschil tussen die 275 die we eerder zagen? Nou, dat er ook nog zoiets als heffingsvrij vermogen bestaat, daar gaat in dit geval die 50.000 euro, de vrijstelling van vorig jaar, vanaf. En dan komen we tot de grondslag sparen en beleggen 225 en daar wordt uiteindelijk die 1,4% over berekend. En dan komen we tot een opbrengst van 31,50, die dus lager is dan de heffing, veronderstelde heffing die we hier zien van 38,75, want die ziet immers over die, dat vermogen zonder nog de vrijstelling te hebben gecorrigeerd. Die 31,50 die wordt dan nu belast tegen 31%, dus bij deze klant zouden we kunnen zeggen dat de effectieve heffing ongeveer 1000 euro zou bedragen. We zullen straks in de Navigator zien het verschil tussen oud en nieuw. Dat aanzienlijk kan zijn, afhankelijk van de samenstelling van het vermogen van de klant. Die 31% overigens in de plannen die gisteren al, belastingplannen die uitgelegd zijn, is een groot woord, maar wat contouren zijn geschetst, wordt er over gesproken ook over een verhoging van die 31 naar 34%. Dit is de nieuwe rekenmethode in box 3. Dus kort gezegd, een betere aansluiting bij het daadwerkelijke rendement en een individuele samenstelling van de vermogensmix. Dus als een klant helemaal niet belegt en uitsluitend spaart, dan wordt ook dat lagere forfaitaire rentepercentage toegepast. En dat is natuurlijk een groot verschil met iemand die nu bijvoorbeeld 500.000 euro op de rekening heeft staan en spaart, niet belegt, maar wel wordt verondersteld dat voor een deel belegd te hebben. Dat is ook natuurlijk de grote kritiekpunt geweest van de Hoge Raad. Betekent ook overigens, even als zijstapje, dat we met nieuwe break-even rendementen te maken krijgen. De bekende break-even rendementen die we in het verleden hadden, toen we nog niet de forfaitaire vermogensmix hadden vanaf 2007, was het helemaal simpel. Die 1,2 was dan altijd de effectieve heffing in box 3. Later is dat wat gaan schuiven afhankelijk van hoe hoog het vermogen in box 3 is. Maar nu ook weer met deze nieuwe systematiek hebben we te maken met nieuwe break-even rendementen. Ik kan dat even laten zien. Ik ga even een nieuw overzichtje met u delen. Ga ik even kijken waar ik hem heb staan. Ga ik niet te lang bij stilstaan, maar als we hier naar kijken, dan zien we dat als we het over de situatie hebben dat er belast vermogen in de BV zit. Dus er zit winstreserve in de BV en we overwegen dat eventueel naar privé te halen. Nou, als het gaat om beleggingen, dan wordt dat rendement verondersteld van 5,69. De effectieve heffing in box 3 is 31%. Dus dan komen we tot een effectief tarief van 1,76 afgerond.
Nou, we gaan voorbij aan de AB-heffing in deze vergelijking, want die is zowel bij direct dividend als in de toekomst over winstcijfers verschuldigd. Althans, daar gaan we even vanuit, die 26,9. Dan hoeven alleen de VPB in de vergelijking te betrekken. En dan komen we tot dat wat al zo was, een hoog break-even rendement waar het gaat om belegging. Dus heeft een klant belegging in de BV en hij overweegt om dat naar privé uit de dividenden en het resterende bedrag in privé te beleggen, dan is dat in principe pas aantrekkelijk vanaf ruim 9% rendement. Dus dat zal in de praktijk niet of nauwelijks gebeuren. 9% rendement jaar in jaar uithalen, netto, dat wil zeggen na kosten, is denk ik een hele opgave. Maar dat komt wel anders te liggen met dat nieuwe spaartarief. Want dat kent immers een lage heffing. Dus dat heeft een laag break-even rendement. Het is overigens mathematisch werkt het iets anders uit, omdat die heffing forfaitair is weliswaar, maar wel zal meelopen met het gemiddelde rendement. Dus dat break-even rendement zal ook jaarlijks iets kunnen gaan schuiven of zal gaan schuiven. Want bij een oplopende rente die naar verwachting wel gaat komen, zullen we dat ook gaan zien. Maar ik heb hier even in een voorbeeldje gemaakt. Stel dat die dat spaargeld overweegt. We hebben bij 500.000 euro in de BW zitten, waar we momenteel 0,01% spaargeld over krijgen. Ja, dan hebben we in de BV te maken met de VPB en AB-heffing. Dus wat houden we netto over van die 50 euro? 10 euro VPB eraf, 11 AB, uiteindelijk netto 30. Stel dat ik die 500.000 euro toch naar privé haal, dan hou ik die 365.000 euro over. Ik moet er immers nu dan wel 26,9% over betalen. Dan krijg ik 37% rente van de bank, die 0,01. En daarover betaal ik dan 11 euro post 3. Nou, het verschil is niet groot. We zien dat in dit geval bij het spaargeld dat niet zo'n heel groot verschil oplevert. Dus dat zou eventueel nog een overweging kunnen zijn in de gedachtegang dat je in de toekomst misschien wel een hoger AB-tarief gaat krijgen. Wat ook wel aardig is om te zien, dat is ook wel nodig over geschreven of gepubliceerd, dat ja, de spaar-BV, die in de laatste jaren natuurlijk veelvuldig als route is gekozen, ja, die wordt wel aanmerkelijk minder interessant met deze nieuwe forfaitaire en nieuwe rekensystematiek. Want stel dat ik ook weer even als voorbeeld 365.000 euro in privé zou hebben, voor alle duidelijkhed onbelast, het zit al in privé, ik heb een erfenis gekregen en ik moet dat momenteel, ik wil dat in privé houden, ja, dan was dat nu, tot voor kort, laat ik het zo zeggen, vervelend, want ik moest ook bij sparen, wat al eerder gezegd is, een hoge heffing betalen. Nu is die heffing relatief laag in het nieuwe systeem, want ik hoef maar in dit voorbeeld die 11 euro te betalen. Zou ik het in de BV gaan stoppen, dan betaal ik in totaal 7 en 8 is 15 euro aan belasting. Kom ik op een iets lager tarief uit. Dus het voordeel van de BV is eigenlijk daarmee grotendeels weg. En dat zal ook ongetwijfeld leiden tot een nieuwe kijk op de spaar-BV. Deze break-even rendement, ja, daar zal ik binnenkort nog wel wat vaker over schrijven. En ik zal er misschien ook wel eens nog een aparte tool van maken weer, ongetwijfeld. Maar dit is even voor wat het nu is met betrekking tot die nieuwe break-even rendementen. Dan even terug naar mijn presentatie. Dan kom ik terug toe aan het punt implementatie en werking in de Private Wealth Navigator. Ik hoop dat duidelijk is hoe de nieuwe systematiek werkt, maar het is denk ik nog duidelijker als ik laat zien hoe dat in die Private Wealth Navigator uiteindelijk uitpakt en hoe dat werkt. Wat hebben we gedaan? We hebben allereerst rekeningen gekwalificeerd in de nieuwste versie die we gisteren hebben gereleased. We moeten nu immers weten, is dit nou spaargeld of zijn dit beleggingen? Dus hebben wij de rekeningen waarbij dat relevant is, kan nu aangegeven worden, is dat, straks wel laten zien, een spaar- of een beleggingsrekening? Dat is het wat we gedaan hebben. We kunnen met één druk op de knop switchen tussen huidige en nieuwe. En huidige, ja, is dan misschien een verwarrend iets, want in feite hebben we al te maken met die nieuwe rekenmethode. Die is de facto meteen van toepassing. Overigens wel zodanig dat de belastingplichtige nog kan kiezen als het gaat om een correctie van de aangifte. Als het gunstig uitpakt, kan hij opteren voor de nieuwe methode en anders niet. Maar hij is bij ons in de Navigator ook tussen met één knop om te switchen. Hebben we bewust gedaan omdat je toch wel graag wil zien wat het effect is natuurlijk tussen beide methodes.
En we hebben ook al voorbereidingen getroffen voor de introductie van de daadwerkelijke heffing. Onder de motorkap hebben we meteen ook zaken zodanig opgezet dat we snel, als daar meer duidelijkheid over bestaat, ook die heffing, de nieuwe systematiek, kunnen opnemen in het programma. Ik ga naar de Navigator toe om dat nog wat concreter te laten zien. En ik heb een voorbeeld gemaakt met een klant die, nou ja, om het eenvoudig te houden, alleen even 500.000 euro in een instantie op een spaarrekening heeft staan. Die 500.000 euro nu tegen 0%. Laat ik eerst even zien dat we inderdaad in ieder onderwerp, we moesten daar een plek voor vinden. Dus het is soms goed om te weten waar die staat, maar een aanwijzing, een aanduiding gemaakt voor de gebruiker om aan te geven, is dit spaargeld of is dit een belegging? Nou, in dit geval staat die default op spaargeld. Dat geldt ook voor de secundaire rekeningen. Die worden door de RVR-methode minder gebruikt, soms helemaal niet meer, maar ze zijn er wel. En uiteraard kan dan ook op dat niveau aangegeven worden bij de diverse rekeningen die we daar hebben, of het een belegging is of een spaarrekening. En daarnaast hebben we bij de onderwerpen waar dat relevant is, en dat is in dit geval bij de specifieke beleggingen, met hetzelfde gedaan. En ook daar is aan te geven, is dit een belegging of is dit een spaarrekening? En dat is voor ons voldoende om daarna heel automatisch die hele vermogensmix te berekenen, et cetera, waar ik nu wat meer in zal duiken. Allereerst hebben we op het tabblad info en fiscale data. En dat is te bereiken, zoals u weet, via deze knop of via de tab. Als u daar komt en scrolt naar beneden, dan heb onderaan in beeld staan de tarieven box 3 rechtsherstel. En vanaf 2022 geldt overigens een percentage over belegging van 5,53 en niet meer 5,69. En de schulden is 2,46 en het nieuwe tarief 31% box 3. Wat overigens, het zijn grijs gekleurde velden, ook door de gebruiker, door u eens aan te passen. Want ik zei net al, in de plannen voor de komende jaren wordt al belastingplan 2023 gesproken over, althans in de contouren daarnaartoe, van 34%. Dan gaat natuurlijk nog veel meer schuiven op het gebied van de inkomstenbelasting, gelet op de huidige inflatieproblematiek. Maar u kunt er dus ook eventueel 34% van maken. Maar bij het spaargeld hebben we duidelijk gekozen voor de door de gebruiker ingevoerde gemiddelde rente in een jaar. Want als we zouden aansluiten bij die licht negatieve rente die nu nog forfaitair wordt gebruikt, en we zouden dat extrapoleren, dus door de hele toekomst heen gebruiken, dan gaan we daar denk ik voorbij aan het feit dat we waarschijnlijk te maken krijgen met een wat oplopende rente in de komende jaren. Door de inflatieproblematiek zien we dat centrale banken maatregelen nemen om de inflatie in toom te krijgen en de rente in ieder geval verhoogd hebben en waarschijnlijk nog verder gaan verhogen. En daarmee zal ook de kapitaalmarktrente en waarschijnlijk de spaarrente mee gaan lopen. Dus de verwachting is dat er een oplopende rente zal zijn in de komende jaren. En het leek ons beter om dan aan de gebruiker te laten, geef maar aan wat jij verwacht wat er aan spaarrente in de toekomst zal zijn. En die spaarrente wordt ook daadwerkelijk dan in die heffing betrokken van 31% of 34% als dat aangepast is. Goed, dan nog één belangrijke knop. Hij staat default op box 3 nieuw. Ik zei al even nieuw, is misschien een beetje verwarrend begrip, maar in het kader van de berekeningswijze van het rechtsherstel. En oud is uiteraard ook beschikbaar. Nou, laat ik hem even opnieuw laten staan. En dan kunnen we in dit voorbeeld meteen kijken, als een klant 500.000 euro op de rekening heeft en hij spaart dat, dus laten we zeggen 0% even, dan is ook de heffing, als ik ga doorrekenen, ik loop even naar de toelichtingsregels waar we de box 3 heffing hebben. En die hebben hier staan. Als ik hem doorreken, dan zullen we zien dat die heffing in dit voorbeeld dan ook nul is. Er wordt immers helemaal geen rendement gemaakt, dus kan er ook geen in de nieuwe systematiek heffing plaatsvinden. Dit zijn overigens de toelichtingsregels van het huidige systeem, vorige systeem, net hoe je het wil zien. En op het moment dat we de optie hebben aanstaan op de nieuwe systematiek, dan zien we hier wel uiteindelijk de heffing, maar de toelichting hoe die berekend is, staat hier ook, die vindt helemaal onderaan plaats. Dus als u helemaal naar beneden scrolt,
dan vindt u daar de, en dan heb ik hier een beeld, de heffing die ik ook net even in de PowerPoint slides naar voren haalde. Hè. Spaargeldrendement 0, beleggingen hebben we niet, dus ook rendement 0, ook geen schulden. Nou, dan hebben we een totaalvermogen van 500.000 euro, maar we hebben niet eens een rendementspercentage wat we kunnen delen door het totaalvermogen om uiteindelijk te komen tot een heffingsgrondslag, dus het is ook geen heffing verschuldigd. Dit is dus waar de klant bij wijze van spreken dit jaar over de aangifte met een bedrag van 500.000 euro mee wordt geconfronteerd als hij het helemaal op spaargeld heeft staan. Versus, en dat is natuurlijk wel aardig om even te laten zien, stel dat de klant nog geconfronteerd had geweest met het oude systeem in dezelfde opzet. En we gaan dan berekenen wat die heffing zou zijn. Dan scroll ik er even naar boven om naar die uitkomst van het vorige systeem, dan is dat een bedrag van 5.000 euro, bijna ruim 5.500 euro. Dus het is een significant verschil waar een belastingplichtige mee te maken krijgt in het voordeel van de spaarder. Ik laat ook even zien, stel dat het rendement 0,5 is. Timo? Ja? Welke rente had jij dan ingevuld bij die nieuwe berekening? 0%. Oké, ik dacht dat je dat dan ook moest invullen. Maar. En nu maak ik er 0,5 van. En in de veronderstelling dat ik als gebruiker denk, nou, ik ga toch voor deze klant niet met 0% rekenen. Want ik voorzie dat hij in de komende jaren als spaarder toch wel wat extra rendement kan gaan maken. Of laten we met de gemiddelde rente, blijft natuurlijk altijd een inschatting van 0,5%. Dat hij daarmee te maken krijgt. Ja, als dat het geval is, dan hebben we nu in de nieuwe systematiek of in de oude, ik moet mezelf corrigeren, in de oude systematiek gaat de klant nog steeds die 5682 die hier bestaan moeten betalen, want er wordt immers niet gekeken naar daadwerkelijk rendement, het is allemaal forfaitair. In de nieuwe systematiek, als ik nu doorreken, dan zie ik hier die heffing ontstaan die dan van toepassing is over die daadwerkelijk genoten rente van 2500 euro. Dan hebben we te maken met 2500 euro opbrengst. Dat leidt uiteindelijk tot 0,5% rendementspercentage. Dat ook al ingevoerd. We hebben geen correctie vanwege andere beleggingen of schulden. En dat wordt uiteindelijk over de grondslag. Dus het vermogen minus de het heffingsvrij vermogen van die 449 berekend. En dat leidt uiteindelijk tot een voordeel aan sparen en beleggen van. En dat wordt belast tegen 31%. Dus de heffing is dan 696 euro. Als die klant daadwerkelijk 0,5% en ook de forfaitaire heffing zou zijn. Versus die 5,6 die we net zagen, die 5.600. Dus het scheelt nog altijd 5.000 euro. Nou, dit is de bedoeling van de wetgever natuurlijk geweest. Gedwongen door die uitspraak. Om daadwerkelijk aan te sluiten. Veel meer bij de daadwerkelijke rendementen die iemand gemiddeld geniet. Nou, so far so good. Dat geldt dan voor spaargeld. Het gaat wel weer schuren op een aantal terreinen. Ik zal één voorbeeld geven. We hebben het nu over spaargeld van 500.000 euro. Het voorbeeld wat ik noemde, kwam ik van de week tegen. Wat ik ga noemen. Stel iemand verkoopt zijn huis. En doet dat transport bij de notaris op 28 december. En de notaris is niet meer in staat, om wat voor reden dan ook, om de opbrengst die de klant eigenlijk krijgt, de overwaarde, laten we zeggen 300.000 euro, om die daadwerkelijk op de rekening van die belastingplichtige te krijgen voor het eind van het jaar. Dat komt pas op 5 januari binnen. Nou, dan krijg je de vreemde situatie dat kwalificeert dan voor die belastingplichtige niet als spaargeld. Want hij heeft immers het nog niet op zijn rekening staan. Het is een vordering die hij heeft uit die verkoop van die woning. En dat kwalificeert als belegging. En dat betekent dat daar een verondersteld rendement per 1 januari van 5,53 de actuele cijfers, wordt verondersteld. Nou, dat is zo'n 15.000 euro, maal 30%, dus zo'n 5.000 euro belasting zou je moeten betalen. Even los van de vrijstelling. Terwijl als het spaargeld is, en dat staat wel voor 31 december op de rekening, en op het ondeelbare moment na 1 januari dus ook, ja, dan zou je daar dus nagenoeg niets over hoeven te betalen. Dit is één voorbeeld waarbij je ziet dat het huidige systeem ook met de nieuwe rekenregels nog steeds tot ja, vreemde situaties kan leiden. Timo? Ja? Ik heb hier nog een vraag over. Alex Ernings hier. Goedemorgen trouwens.
Is er al iets bekend of er een, in de inkomstenbelasting hebben we een bepaling dat je binnen 6 maanden in principe niet mag hoppen tussen box 1, box 2, box 3. Dat je anders in beide belast mag worden. Maar dit, je gaat natuurlijk mensen massaal op 31 december de beleggingen verkopen en op 2 januari aankopen. Althans, dat lijkt me een gevolg van dit soort keuzes. Is daar al iets bekend van een anti-misbruikbepaling of iets dergelijks? Nou ja, we hebben natuurlijk de bekende regels voor de box 3, box 1 hopsituaties inderdaad. Maar er is mij op dit moment nog niets bekend over wat jij schetst. Het zit al in box 3. Hè? Dus het is geen, allemaal het is box 3. Dit is geen verandering van box 1, 2 naar 3 of wat dan ook. Het zit al in box 3 alleen. En dat is eigenlijk een punt wat je aanstreept, wat je aantipt, Alex. Wat ook een punt van kritiek is. En namelijk, je gaat door die belastingwetgeving, wat overigens wel vaker gebeurt, ga je ook iets richting geven aan een bepaalde vermogensmix. Althans, dat kan. Hè? Inderdaad, ik verkoop allemaal beleggingen. En ik zorg ervoor dat het allemaal op spaargeld staat op de bewuste datum. Ik denk dat we dat moeten afwachten. Ik kan me zomaar voorstellen dat daar toch wat... hoewel de tijd heel kort is, of dat meegenomen wordt in en of dat überhaupt kan in een stukje wetgeving daarover. Maar mij is daar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, niets over bekend. Maar dat het gaat gebeuren als het niet, als er geen reparatie voorkomt, dan kan ik me voorstellen dat die neiging bij veel belastingplichtigen aanwezig is, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk een drama. Iedereen verkopen, weer aankopen, gaan banken verdiepen over belastingontduiking en weet ik het wat. Maar dat gaat natuurlijk gebeuren als dat. Ja, en wat het ook betekent is dat het natuurlijk ook invloed gaat hebben op de markt überhaupt. Want op het moment dat mensen massaal houden gaan verkopen, heeft dat natuurlijk ook weer een effect op koers, et cetera. En dat is natuurlijk een heel ongewenste bijzaak. Oké, dankjewel. Ik wilde even toe naar wat ik al eerder zei, dat dus eigenlijk maar 2 categorieën bestaan, althans waar het gaat om assets, om bezittingen, spaargeld of beleggingen. En op het moment dat spaargeld is, dan hebben we te maken met die lage heffing, zou je kunnen zeggen. Maar bij beleggingen hebben we dat nog steeds niet. Nou, het voorbeeld wat ik net schetste over die verkoop van die woning, dat leidt al tot een vreemd resultaat. Ik wilde ook even laten zien wat het betekent als we de switch zouden maken naar beleggen. Dus stel ik voor, dit is geen spaargeld tegen 0,5%, maar dit zijn beleggingen. Ja, dan hebben we te maken, als ik hem doorreken, logischerwijs, met geen opbrengst die daadwerkelijk plaatsvindt, maar dan krijgen we te maken met die forfaitaire heffing, die 5,53 over die 500.000 euro. Een hoger rendement, ook logischerwijs 5,53 dan, over die rendementsgrondslag. En een heffing van 7.500 euro, 7.700 zelfs. Nou, dit is denk ik heel duidelijk het verschil in welke categorie zit. En dit sluit aan bij de opmerking van Alex, dat als je dit kunt voorkomen door dit nog even tijdelijk voor 1 januari op de spaarrekening te zetten, ja, dan heb je natuurlijk een rendement feitelijk van 5,5 gerealiseerd, in de zin dat je belastingdruk op dat niveau lager is. Dus ja, waar dat toe gaat leiden, dat moeten we nog maar afwachten. Zo zie je dat de complexiteit zo groot is van ons belastingstelsel, omdat elke reparatiewetgeving in nieuwe richting ook weer dit soort nieuwe situaties met zich meebrengt. Dit is de manier waarop we dat dus doorrekenen. Dus met 1 druk op de knop kunt u, ook nu ga ik weer even terug naar het nieuwe systeem. Dat blijft dan hier natuurlijk hetzelfde, maar boven in beeld hadden we dan de heffing. Dit zijn de toelichtingsregels die altijd bestaan, dus u kunt er altijd naar kijken wat het nieuwe systeem zou zijn. Maar bij switchen tussen oud en nieuw in de planning, in de heffing daadwerkelijk, in de financiële planning, houden we natuurlijk rekening met wat er dan volgens het oude of het nieuwe systeem zou belast worden. Schulden heb ik het al over gehad. Die worden ook forfaitair meegenomen in diezelfde berekening. Als het gaat om spaargeld en beleggingen, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan hebben we veelal te maken met het verspreiden over meerdere rekeningen. Laat ik daar nog even een voorbeeld van geven. Stel dat we op rekening 1 tegen spaargeld 0,5% hebben en op rekening B, rekening 2, een 100.000 euro belegbaar vermogen tegen 2%, ja, dan zal dat uiteraard ook weer in die heffing, het wordt nu doorgerekend, tot een ander resultaat leiden. En uiteindelijk die
heffing van 7000 euro of die heffing van 2000 euro in dit voorbeeld. Het spaargeld wordt nog steeds nauwelijks belast, relatief laag althans, en de beleggingen weer relatief hoog. Dan als laatste wat mij betreft, want dit is de manier waarop we het verwerkt hebben. Ja, heel veel meer kan ik er niet over vertellen. Er zit een centrale knop op de info en fiscale data waarmee je kunt switchen. Je kunt een aantal parameters instellen. Berekenen met het verwachte rendement wat de gebruiker invult. Ik denk dat dat nogmaals een betere benadering is dan dat we die hele lage rente in de toekomst, die forfaitaire nu negatief is, aan zouden houden. Maar dan is er nog een heel mooie stap te maken, denk ik, naar de RVM-methode. Want wat ik net liet zien, is dat we of verschillende rekeningen gaan aangeven. Wat is het saldo, wat is het rendement en wat is de kwalificatie daarvan? Is het een spaar- of beleggingsrekening? Maar met deze methode houden we geen rekening, als het gaat om de echte financiële planning van de klant, met de samenstelling van het vermogen door de jaren heen, op een manier die past bij die klant. Kijk, je zou kunnen zeggen, als een klant niet belegt en ook niet wil beleggen, ik haal even deze rekening weer leeg. Dat maakt het wat makkelijker. Dus we hebben een klant die 500.000 euro heeft en die niet belegt en ook niet wil beleggen. Nou, dan, en dat kan over verschillende rekeningen verspreid zijn, dan is het methodisch gezien ook simpel. Dan laten we het allemaal staan op die spaar- en beleggingsrekening, die primaire rekening van 500.000 euro. En dan hoef ik ook verder niets te doen. Onttrekken en ontsparen of het toevoegen aan deze rekening gaat geheel automatisch. En ook uiteraard dan de box 3 heffing. Op het moment dat de klant wel belegt of wil gaan beleggen, dan kunnen we nogmaals werken met secundaire rekeningen. Maar dan houden we onvoldoende of geen rekening met het onttrekkingsschema wat past bij een klant en de samenstelling van het vermogen. Nou, dan kom ik op dat punt van de RVR-methode, die ga ik niet hier in dit webinar uitgebreid uit de doeken doen, want daar hebben we al een ander webinar voor. Maar ik wil wel laten zien hoe die heel mooi aansluit bij ook een hele goede inschatting van die mogelijke nieuwe box 3 heffing. Want daar moeten we in dus toch nauwgezetter gaan inschatten. Ja, hoeveel spaargeld heeft een klant nou versus hoeveel beleggingen heeft een klant nou door de jaren heen? Nou, op het moment dat we de RVR-methode gebruiken, ik zet hem even op ja. En laten we zeggen dat ik daar ook even 0,5% rendement op de spaarrekening veronderstel. En over de beleggingen 3 defensief en 6 offensief. Waarbij voor alle duidelijkheid de fiscus daar niet van uitgaat, maar van die 5,53 als het om beleggingen gaat. Dan kan ik naar die tab RVR. En als ik die doorreken, dan zien we bij deze fictieve klant de mogelijke, ik benadruk de mogelijke, maar wel op zijn financiële situatie en planning afgestemde samenstelling van het vermogen. Dus we hebben in beginsel de mogelijkheid om wat geld te beleggen bij deze klant, defensief en offensief, maar hij moet ook wel fors wat op spaargeld aanhouden, omdat deze klant geconfronteerd wordt met, zoals we zien, allerlei onttrekkingen in de toekomst aan die 500.000 euro. Dus dat hele onttrekkingsschema maakt uiteindelijk ook dat we die portefeuille kunnen gaan samenstellen met een life cycle methodiek. Dus we bouwen af naarmate de horizon het geld meer nodig is om van te leven. En we krijgen ook een heel andere rendementsweging. Die 1,85 die we hier in beeld hebben, het gemiddelde gewogen rendement. Maar het mooie is, althans het fijne voor ons en ik denk voor u als gebruiker ook is, dat omdat we nu die vermogensmix hier hebben berekend op basis van die RVM-methode, dus de verhouding tussen spaargeld en beleggen is nu ook berekend, kunnen we ook veel nauwgezetter, en dat is inmiddels ook berekend, die nieuwe box 3 heffing meenemen. Namelijk een lage heffing over het spaargeld en een hogere heffing over dat forfaitaire rendement. En dat zien we dan ook terug in de planning. We zien het spaargeld hier belast worden, maar dat neemt af tot uiteindelijk een heel laag bedrag. En de beleggingen hier worden hier al niet meer belast, omdat dan er geen beleggingen meer zijn die onderdeel maken van de planning. Want de klant heeft immers een afbouw moeten doen van zijn meer offensieve belegging. En dat is natuurlijk heel situationeel. Dus op het moment dat de klant over meer vermogen beschikt, dan zou die, maak er even een miljoen van. Even los van de vraag of dat bij heel veel klanten gemiddeld het geval is, maar even als voorbeeld. Ja, dan zal een klant veel offensiever kunnen beleggen, want hij leeft immers van hetzelfde niveau.
nieuwe vermogensmix samengesteld, maar daarmee ook natuurlijk een nieuwe box 3 heffing. En die ligt dan aanzienlijk hoger, omdat we veel langer in dit geval een beleggingscategorie in die nieuwe Ford Viterra mix hebben. Dus ik denk dat, ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat de RVR-optie, het aanzetten daarvan, waarbij we ook nogmaals bereiken dat er helemaal geen andere rekening hoeft te worden aangemaakt, omdat het programma dat voor de gebruiker doet, een reëel verwacht rendement weergeeft, maar ook nu de box 3 heffing nog beter kan benaderen dan dat we dat handmatig zouden doen. Heb ik nog wat op mijn programma staan? Ik denk het niet. Ik denk dat we de onderdelen die ik wilde laten zien in dit webinar, te beginnen met de oude situatie versus de huidige en de toekomst. En vervolgens een nadere uitleg daarvan, hoe die systematiek in elkaar zit. En de implementatie van een Navigator, ja, dat waren de onderdelen op hoofdlijnen wat ik wilde laten zien in dit webinar. En dan denk ik dat er nog mooi ruimte is. Er zijn wat vragen gesteld, maar relatief weinig, voor het beantwoorden van nog overige vragen. Dus als die er zijn, dan hoor ik ze graag. Even nog een vraag of ik het goed begrepen heb. Als je dus de RVR-optie gebruikt, het rendement op beleggingen wat je invoert, dat gebruikt hij niet voor de berekening. Daar gebruikt hij die 5,53% voor. Ja. En het rendement op spaargeld, dat wordt wel gebruikt voor de berekening van de rendementsheffing. Ja. Okay. Ja, dankjewel. Ja. En dat is ook eigenlijk wel de systematieke, want ja, nogmaals, er wordt, je zou kunnen zeggen, voor spaargeld nu daadwerkelijk aangesloten bij het huidige, de huidige markt. En voor beleggingen kun je daar een discussie over hebben. Die 5,53 is weliswaar misschien het gewogen marktgemiddelde. Maar ja, het is voor heel veel klanten natuurlijk een rendement wat toch niet haalbaar is gebleken. Maar precies wat jij zegt. Het bizarre is dat je exact dezelfde discussie krijgt 5 jaar geleden. Toen was de discussie, ik haal geen 4% op mijn spaargeld. En nu is de discussie, ik haal geen 5% op mijn beleggingen. Precies. Dus volgens mij zijn we 5 jaar terug in de tijd. Alleen dan nu gaat het om beleggingen in plaats van sparen. Ja. Maar goed. Ja. Ja. En had de markt, hadden we, dat is ook nog een keer zo, hadden we vanaf 2001 niet de ontwikkeling gehad op de rentemarkt zoals die zich heeft voorgedaan, dan had die discussie ook überhaupt waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. Maar dat doet verder niet de zaken. Zijn er nog meer vragen? Timo, ik heb een vraag. Als het gaat om die RVR, is het dan misschien niet handig om gewoon de defensieve uit te zetten? Want als je kijkt naar het rendement van 5,53 min 31%, moet je toch al gauw bijna 4% maken op je defensieve beleggen. Wordt beleggen nog een beetje interessant. Dus misschien is het handig om in die RVR dan de defensieve beleggingen eruit te halen. En alleen te zeggen verdeling tussen sparen en beleggen. Ja, maar ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar dan gaan we wel voorbij aan, ik begrijp wat je bedoelt, maar het is nogmaals duidelijk, er is een duidelijk verschil tussen de RVR-methode en de daarin te hanteren parameters en wat de belastingheffing daarover doet. Die 5,53 is echt Ford Viterra. En als we dat zouden doen, dat kan overigens, want je kunt als gebruiker zeggen, ik wil alleen maar offensief beleggen, dus ik breng dat terug. Dat offensief na 5 jaar of na aansluitend het sparen, dan heb je de facto geen defensief in je profiel zitten. Dus dat kun je sowieso zelf doen. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Want als wij defensief zouden uitschakelen, terwijl een klant zegt, ja, maar ik wil wel geld wat ik niet al te lange termijn nodig heb, toch niet offensief beleggen, maar ook niet sparen, ja, dan sluiten we die categorie uit in de daadwerkelijke berekening. Dus het zijn wel twee verschillende dingen. Hè. Het Ford Viterra rendement wat de Belastingdienst inderdaad, die veronderstelt ook over defensieve beleggingen, 5,53. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja. En als je dat, het is over niet zo als je dat niet haalt, dat het niet interessant is. Want die 5,53 is niet de effectieve heffing. Daarover wordt die 31% geheven. Dus die effectieve heffing is 1,76 afgerond. Hè. Dus dat is wat je daadwerkelijk moet betalen. Dus alles wat je boven die 1,76 zou maken, zou je zeggen, is dan in ieder geval nog meer dan wat je aan belastingheffing effectief betaalt. Check, dank je. Zijn er nog meer vragen? Nog een vraagje, Timo.
Voor 2017 en 2020 is zo'n rechtsherstel mogelijk. Maar is het ook hier mogelijk om conform het nieuwe stelsel voor de jaren de box 3 heffing te berekenen? Nou, ik begrijp die vragen goed. Ik zou zeggen nee en ja. Dat wil zeggen nee, niet in de Navigator nu. Want wij hebben de versie die we elke keer opnieuw maken, zeg maar. Ja, die is geënt op vanaf nu, zeg maar, 2022 en naar de toekomst toe. Wat ik wel wil gaan doen, is, en ik weet niet of dat op heel korte termijn lukt. Er zijn overigens al berekeningen in de praktijk gaande. Maar om een aparte tool te maken daarvoor, lang vooral kort. Hè, om te zeggen, nou, we hebben hier een tool waarbij je... maar die tools die zie ik al om me heen verschijnen. Dus de vraag is even of wij dat nog gaan doen. Of dat we zeggen, nou, wat is er in de markt al beschikbaar? En laten we het wiel niet opnieuw gaan uitvinden. Maar in de Navigator is dat niet mogelijk, omdat we niet de 2017 versie opnieuw gaan beschikbaar stellen, bij wijze van spreken. Oké, helder. Ja. Nog meer vragen? Ja, ik heb nog een vraag. De berekening zoals die nu gemaakt wordt, die lijkt mij zeg maar aan te sluiten in die nieuwe methode hoe het dan voor 2023 en 2024 geregeld is. Ja. En dan zou je vanaf 2025 zou je in principe niet meer te maken hebben met die forfaitaire percentages. Nee, klopt. Dus als je dat zou willen simuleren, dan zou je eigenlijk de belastingheffing moeten aanpassen aan jouw verwachte rendementen, zeg maar. Ja, kijk, ik begrijp wat je bedoelt. Het liefst hadden wij natuurlijk nu ook al de volstrekte duidelijkheid gehad over wat er in 2025 gaat gebeuren. Want dan hadden we dat mee kunnen nemen, mogelijk in de huidige release al. Want het is wel zo dat ja, we hebben nu geïmplementeerd, dus 2022, 2023, 2024, laten we zeggen, zit het er goed in. Maar het is inderdaad ongewis wat er vanaf 2025 precies gaat gebeuren en wat voor effecten dat heeft op de planning. Dat geldt natuurlijk voor meer dingen, Annemarie. En het geldt natuurlijk ook in het algemeen voor een planning zelf al. Want ook een planning die we 2 jaar geleden maakten, in de bij wijze van spreken volle overtuiging van nou, deze doorrekening is helemaal kloppend. Nou ja, dat is natuurlijk altijd iets wat je moet relativeren. Want dan toen hield ik ook geen rekening met het feit dat we nu met deze nieuwe heffing in box 3 te maken krijgen. Maar om jouw vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Op het moment dat we duidelijkheid hebben over die nieuwe box 3 heffing. Ook al zal die nog niet door de Tweede en Eerste Kamer heen gaan. We hebben nu al die voorbereiding getroffen. We willen hem wel alvast gaan implementeren. Omdat... dat toch meer aansluit bij wat dan waarschijnlijk de situatie zal zijn. Maar het wachten is daarop toch nog op een aantal, op een fors aantal zaken. Ja, omdat ik dan even aansluitend bij die vraag die net kwam, hè, van dat je dan eigenlijk niet meer defensief moet gaan beleggen, terwijl dat misschien wel past bij het profiel van iemand. Dat is misschien voor 2023, 2024 zo, maar dat zou dan vanaf 2025 ja, eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Nee. Dus het is niet zozeer dat het nu nog niet in het programma zit, maar ook meer een opmerking. Dat je als je nu gaat kijken en je kijkt ver in de toekomst, dan denk je ja, het moet niet defensief, dat pakt wel heel raar uit. Ja. Maar dan kijk je eigenlijk tekort. Ja. Ja. Ik heb overigens wel de verwachting dat de heffing in box 3 in het algemeen wat omhoog zal lopen. Nogmaals ook vanwege de politieke en maatschappelijke discussie over de heffingsverhouding in het algemeen tussen loon tussen werk en vermogen. Maar dat die uiteindelijk effectief gezien niet zo heel ver af zal liggen, dat is altijd wel streven. En dat kunnen we ook bijna niet ons veroorloven. Politiek en maatschappelijk gezien, dat het een enorme verschuiving effectief zal betekenen. Dat kan alleen wel situationeel per klant natuurlijk anders uit gaan pakken. Net hoe je vermogensmix samengesteld is en je schulden die daarop rusten eventueel. Maar het is nog even afwachten, inderdaad. Je kunt natuurlijk zelf wat simuleren, maar ja, dat of dat nou iets toevoegt ten opzichte van het handhaven van het huidige systeem in de berekening, dat waag ik te betwijfelen. Om de reden die ik net ook aangaf. Zijn er nog meer vragen?
Timo, als je de RVR-methode gebruikte, dan hoefde je geen secundaire rekeningen in te voeren. Dat wordt nu wel weer van belang om het onderscheid tussen spaargeld en beleggingen, zeg maar, voor de box 3 berekening te kunnen bepalen. Begrijp nou ja, dat, nee, het is inderdaad zo dat je die niet hoeft te bepalen. En dan ben ik, dat ken ik niet helemaal duidelijk genoeg, wees hem uitleg van net. Juist door het gebruik van de RVR. De RVR is in de basis natuurlijk een instrument om aan de klant te laten zien, dit is een passend profiel bij jouw financiële planning. Dus eigenlijk zou je op deze wijze je beleggingen kunnen indelen, verdelen over spaargeld, defensief en offensief. En dat is echt, ja, nogmaals, denk ik een hele, het is ook geen exacte wetenschap, maar het is wel zo dat het geënt is op de financiële situatie van de klant. Als we veronderstellen dat de klant ook zo zou gaan beleggen als hier, ja, dan hebben we ook meteen, juist dan al, die onderverdeling tussen spaargeld en beleggingen. Dus het fijne is juist dat we die onderverdeling ook niet meer hoeven te maken, omdat het programma dat doet. Dus door het gebruik van de RVR heb je ook meteen een goede, laat ik het zo zeggen, verdeling van spaargeld en beleggingen. En daarmee ook een goede berekening van de nieuwe box 3 systematiek. Oh ja, oké. Okay. Dus dan hoef je nog steeds die secundaire rekeningen niet te gebruiken. Nee, juist niet. Nee. Ja, oké, duidelijk. Oké, zijn er nog meer vragen? Nou, ik hoor niets meer. Het is ook bijna 12 uur, dus wat dat betreft loopt dat mooi in de pas. Mocht er nog wel aanvullend vragen zijn die buiten, misschien buiten de scope van dit webinar vallen, of daarbinnen mag uiteraard ook, dan is uiteraard een belletje of een mail ook altijd nog mogelijk. Het webinar is ook opgenomen, dus op het moment dat we dat kunnen publiceren, zullen we dat ook gaan doen, zodat u dat eventueel terug kunt kijken op onderdelen. En degenen die het gemist hebben, ja, die zitten natuurlijk uiteraard niet nu aan tafel, die kunnen dan ook nog een keer kijken. Rest mij om jullie te bedanken voor het bijwonen van het webinar. En nogmaals, mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. En een hele fijne dag nog. Dankjewel. Dankjewel, Timo. Tot ziens. Dankjewel.